En de end. Nou, 30 seconden wachten of ze het ook nog ergens anders zien dan hier. Maar zie je daar al Ja, iets? nee, nog niet. Maar daar kan ik rustig die kant op lopen. Kan ik ondertussen zwaaien naar het publiek, mocht je het wel doen. Ik ben nog niet begonnen. Mark, zo ken ik je helemaal niet, lol. Michel Hendricks. Dit jou te lachen thuis. Er is een fout opgetreden bij het laden van de app. Hey, nu wordt een webinar geek ding geladen. Je bent live. Hey. Er is wel een error bij het laden van de app, maar ik ben wel live. Ja. Live is error. Oké. Kan je niet horen, maar het... Dat is raar. Ik heb hier geen volume, dus... Oh ja, want ik zie hier gewoon geluid uitkomen. Ja. Mooi. Oké, dan kunnen we eindelijk beginnen. Ja, dat zijn we net inderdaad. Leuk je doen. Hey, daar ben je. En ik hoor je. Hij hoort mij nu ook, terwijl ik me straks niet meer hier terug hoor. Uw vraag, gaat het nu nog goed? Of niet? Ja, dat weet je ook pas over een halve minuut, hè. Het publiek live kan het niet meekijken. Ik zie je ogen nog hoe weet ik dat filmpje moet hebben. Oh, je weet, ja. Ja hoor. Ik zie je nog steeds. Als je dit ziet, dan weet ik dat het nog werkt. Ik ga het beeld, ja. Nou, dan werkt het vast nog wel. Je handen doen. Oké, nou dan werkt het nog. Prima. Dan kunnen we gaan beginnen volgens mij. Luc, kun jij de video starten? Op beeld op de. Ja, hier ligt jouw telefoon. Ja, ik kom weer beeld van de komende nog mensen aan. Dus... Ik zie alleen heel weinig beamer wat dat betreft. Oké, hallo. Even kijken. Ik heel buiten je naar. Dan ga ik even mijn monitor op midden om moet zetten. De meest mishandelde TL-buis van de... Zo. Hey, daar ben je op beeld. Kijk, daar zien we ook wat. Oké. Okay. Kunnen we beginnen? Ja, daar zit een bonker TL-buis eruit. Ja. Oké. Okay. Welkom bij de zesde, volgens mij alweer, IT Gilde Tech Talk. Vandaag gaan we het hebben over Ansible. Even kijken of ik mijn slides er ook bij kan pakken. En zo. Hopelijk kunnen de mensen op de stream de slides ook zien. Nou, ik bedoel de stream, als in dat ik de desktop share. Misschien moet ik dat even aanzetten dan. Desktop share. Drost effect, olé, olé. Nee, hier is deze beeld. Oké. Nou, Ansible. Wie hier in de zaal heeft al een keer met Ansible gewerkt? Allemaal op één na. Dat is mooi. Hopelijk kan ik toch nog wat nieuwe dingen vertellen. Nou, wat is Ansible? Ansible is een configuratiemanagement tool. Daarnaast doet het ook een belangrijk deel orchestration. Zorgen dat je dingen tussen verschillende machines onderling kan coördineren. Krachtige punten van Ansible. Ze hebben lage requirements qua systeemeisen. Je hebt niet heel veel nodig. SSH, Python, JSON-module, hetzelfde is heel veel voor. Je hebt geen hele omgeving aan complexe software nodig om ermee aan de slag te gaan. Het is ook heel makkelijk om te leren. Je kan vrij snel mee aan de gang. Binnen een paar uur kan je al de meeste modules gebruiken. Kan je al nuttige playbooks gaan schrijven. Kan je volledig mee van slag aan de gang. En daarnaast, Ansible is heel krachtig. Je kan er echt heel veel verschillende dingen mee doen. Nou, als we kijken naar
waar Ansible vandaan komt. Ansible is in 2012 geschreven door Michael DeHaan, de schrijver van onder andere Cobbler en een paar andere tools die uit de Red Hat stal komen. Hij had bedacht dat hij iets simpelers wilde hebben dan dingen als CF Engine en een simpele manier om postingsystemen te managen. Zoals ik zei, het project gestart in 2012 en al vrij snel na dat eerste idee was ook een eerste release beschikbaar. Op dat punt was het nog niet heel bruikbaar, maar al ja, binnen een maand eigenlijk waren er de eerste codes op GitHub en gingen mensen ermee aan de gang. En vrij snel werd dat opgepakt door een vrij grote groep developers. Mensen gingen modules bouwen, mensen gingen add-ons schrijven. En binnen no time was eigenlijk Ansible een heel erg bruikbare en krachtige tool geworden. Met een jaar tijd is toen de 1.0 versie uitgebracht in februari 2013. Dat is ongeveer ook de tijd dat ik me er tegenaan ben gaan bemoeien. Er was een presentatie bij Loa Days in België, waar een presentatie was over Ansible door een paar mensen die het al een tijdje gebruikten. En toen ik dat zag, was ik wat altijd zelf verkocht. Daarna is de ontwikkeling van Ansible nog harder gegaan. Op dat punt, op een gegeven moment hadden ze meer dan 1000 verschillende contributors. En tientallen tot langzaamaan honderden modules die je kon gebruiken. Als ik even kijk, in eind 2014 is vervolgens de 1.8 versie uitgekomen. Nou ja, op dat punt was het eigenlijk iedere module die je kon verzinnen, die zat er wel in. Bijna alles wat je kon doen, wat je kon bedenken, kon je ermee doen. En men is toen gaan werken aan een beetje het rewriten van Ansible, want ja, ze liepen toch wel tegen beperkingen aan in de manier waarop de code geschreven was, omdat natuurlijk in een tijd van 2-3 jaar ja, gigantisch veel groter was geworden, gigantisch veel complexer was geworden. En men is begonnen met een rewrite van de hele kern van Ansible, met het doel om het allemaal schaalbaarder te maken, om het wat makkelijker te maken om modules te bouwen, om het makkelijker uitbreidbaar te maken, maar ook met dat idee dat het eigenlijk voor de gebruiker transparant zou moeten zijn dat ondertussen de hele onderwater de hele motorkap vervangen is. En alles wat eronder zit. Eind 2015 kwamen daar de eerste betas van vrij. En terwijl ik deze slides het voorbereiden was, begin van het jaar is dan ook 2.0 gereleased. En vorige week is ook 2.0.1 gereleased. En nou ja, daar zijn de laatste bugs nog even uitgehaald, waardoor het nu ook de 2.0 versie zeer goed bruikbaar is. Nou, als we het gaan hebben over Ansible, dan komen een paar termen naar voren. Een daarvan is een playbook. Playbook is een beetje de cornerstone van de Ansible configuratie. Nou, wat is nou een playbook? Een playbook is een verzameling van één of meer plays. Nou ja, dat zegt niet zo heel veel natuurlijk, een verzameling van één of meer plays. Wat is dan een play? Nou ja, een play is een verzameling taken die van toepassing zijn op een collectie machines. En door dus verschillende taken die van toepassing zijn op verschillende machines samen te voegen, kan je dan een playbook maken. En dat is, ja, kan nog steeds één play zijn. In heel veel gevallen zal een playbook ook maar één play bevatten. Maar er zijn ook situaties bedenken dat een playbook misschien wel 3 of 4 verschillende plays bevat. Nou, zoals ik zei, een play is een verzameling taken. In het geval van Ansible zijn het 99 van 100 keer aanroepen van een Ansible module. En een module is uiteindelijk, of een taak of een module, is een stukje wat uiteindelijk een actie uitvoert op het systeem. Die taken of die modules die kan je in loop zetten, daar kan je conditionals op toepassen, daar kan je variabelen in verwerken op die manier. Verschillende dingen uitvoeren. Nou ja, de module is dus vanuit Ansible gezien de kleinste soort instructie en de manier waarop je uiteindelijk een wijziging doorvoert. En een module, zal ik zo laten zien, zijn er heel veel verschillende, modules om er verschillende dingen mee te doen. Tot slot zijn er nog roles. Een role in Ansible is iets wat is toegevoegd ergens in versie 1.4, 1.5. En technisch gezien is een role eigenlijk helemaal niks. Een role is alleen maar
manier, een afgesproken conventie over hoe je playbooks maakt, hoe je plays maakt, hoe je bepaalde dingen groepeert tot een logisch geheel. En over het algemeen zal een role dus een bepaalde functionaliteit in zijn geheel implementeren. Nou, wat is nou belangrijk aan Ansible, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere configuratietools, is in Ansible gaat alles sequentieel, top to bottom. Je weet gewoon, als er iets in een regel ergens lager staat, dan zal dat later gebeuren dan wat in de regels daarvoor staat gebeurt. Als je dat vergelijkt wordt met Puppet, daar gebeuren de taken in een bepaalde ongedefinieerde random volgorde. Bij Ansible is het altijd eerst beginnen bij bovenaan en stapje voor stapje naar beneden. En als er ergens een error voorkomt, dan zal op dat punt afgebroken worden, als je dat opgeeft. Maar er zal geen taak worden uitgevoerd na een taak die later staat. Tot slot zijn er ook handlers. Dat is de uitzondering op deze regel. Een handler is een taak die uitsluitend op het end wordt uitgevoerd. En ook maar één keer. Ook al heb je hem meerdere keren aangeroepen. Handlers kan je voor het gebruiken om, nadat je al je configuratiewijzigingen hebt gedaan, een proces te herstarten. En of je nou 1, 6 of 10 wijzigingen hebt gedaan, en dus ook 1, 6 of 10 keer zegt, restart mijn Apache server. De handler wordt 1 keer uitgevoerd en uiteindelijk wordt maar 1 keer Apache herstart daarna. Nou, zoals ik zei, modules. Ansible heeft een hele hoop modules. Ik heb hier een aantal genoemd. Zoals je kan zien, er staan hier al aardig veel op deze slide. Maar in totaal zijn er momenteel meer dan 450 modules. Ik zal er even een paar uitlichten. De meeste absolute basismodule, de ping-module, kan je vooral gewoon gebruiken om te zien of Ansible werkt. Of Ansible al je machines kan bereiken. Voegt voor de rest niet echt functionaliteit toe. De setup-module van Ansible is een heel belangrijke module. Als je een play uitvoert, zal de setup-module over het algemeen als eerste worden uitgevoerd. Ook als je die niet expliciet gedefinieerd hebt. En de setup-module zorgt ervoor dat het Ansible-systeem allerlei informatie kan opvragen en verzamelt van het systeem waar je op dat moment tegen praat. Zal ik straks een voorbeeldje van laten zien. Er zijn allerlei modules om het files te bewerken. Je kan files kopiëren met de copy-module. Je kan ACL's van Linux kan je bewerken. Je kan archives maken of decompressen. Er zijn modules voor allerlei versiebeheersystemen zoals Git, Subversion, ARG, Bazaar, Mercurial en dergelijke. Daarnaast zijn er modules om systeemsettings aan te passen, firewall rules aan te maken of te wijzigen, Linux capabilities te bedienen. Er zijn voor iedere distributie die je kan verzinnen, is er een module om packages te installeren. Van Debian tot CentOS, maar ook FreeBSD en Sun bijvoorbeeld. Port packages, Yum, Yast, de hele rattenplan. Sinds Ansible 1.9 is er ook een overkoepelende package module, waarbij je dan gewoon kan zeggen van oké, installeer dit package voor mij. En dat je niet hoeft te zeggen van oh ja, maar op Red Hat wil ik dat met Yum gedaan hebben en op Debian wil ik dat met Deb gedaan hebben of DPKG. Dat zoek je dan voor je uit. Dat is wordt iets wat bij Puppet altijd het geval is. Je zegt altijd van installeer dit package voor mij. Maar aangezien bij iedere distributie die packages toch anders heten, had Ansible de insteek van ja, je moet toch wel een andere naam voor je package opgeven. Bij Red Hat heet je webserver HTTPD, terwijl die bij Debian Apache heet. Hoeveel moeite is het dan om dan te zeggen dat je Deb of Yum wil hebben? Maar ja, ze hebben dan nu wel de package module gemaakt die dan in ieder geval de naam van de package manager abstraheert voor je. Zodat je in ieder geval de package naam nog in een variabele kan zetten bijvoorbeeld. Terug naar de modules. Cron, LVM, file systems, mount points, UFW, alles wat je kan bedenken. En vervolgens, een van de grote krachtpunten van Ansible is ook integratie met allerlei cloud systemen.
Iedere cloud die ik ongeveer heb kunnen verzinnen is een module voor. De meeste zitten gewoon standaard in Ansible. En voor alle andere clouds zijn vaak waarschijnlijk wel modules te vinden. Alleen moet je die even dan zelf nog apart downloaden. Die zitten niet in de standaard repository. Maar in ieder geval Azure, DigitalOcean, alles van Amazon, alles van Rackspace, OpenStack. Zit allemaal standaard in de distributie van Ansible. Dan kan je direct mee aan de gang. Ansible is ook goed voor communicatie met allerlei andere tools. Je kan IRC berichtjes sturen, HipChat, mailtjes, Jabber. OS X, notifications op je desktop. Alles wat je kan bedenken. Tot slot, de categorie die ik wel even uit wil lichten. Container management, Solaris Solnus, Docker containers, VMware, Xen, KVM, Libvirt. En zo niet nog vele meer. Dus we hebben over security, dan wel access control bij Ansible. Ansible lift mee op het security model van SSH. Het gebruikt onder water SSH als protocol. Dus alles wat je met SSH kan Ansible gebruik van maken. Ansible kan twee verschillende manieren gebruiken maken van SSH. Of het gebruikt de native SSH executable op het systeem. Meestal zal het open SSH zijn. En als het open SSH is, dan doet Ansible daar wat slimme dingen mee om zo efficiënt mogelijk zijn netwerkconnecties op te zetten. Maar je kan ook ervoor kiezen om een in Python geschreven SSH client te gebruiken. De Paramico client is dat. Een tijd lang is dat de default geweest. Omdat vooral Red Hat systemen een te oude SSH hadden om alle functies te gebruiken. Nou, met SSH kan je natuurlijk inloggen met passwords, pubkeys. Als je Kerberos hebt ingericht, dan kan dat ook. En maakt Ansible daar gewoon gebruik van. Om meer rechten te krijgen, zal Ansible vaak iets als root moeten doen. Dat kan met sudo, het kan met su, het kan met pfexec, pbrun, doas. Ik geloof de huidige OpenBSD gebruikt dat. En omdat dat op een gegeven moment ook een wildgroei aan het worden was verschillende tools, heeft Ansible bedacht, we hebben een algemeen geabstraheerde versie van, en die heet become. En je kan vervolgens zeggen van, nou ja, op dit systeem wil ik sudo gebruiken om become te spelen. En op dit systeem is dat su, en op dat systeem is dat doas, en dan kan je je configuratie hetzelfde houden. Installeren van Ansible is vrij makkelijk. Het kan op verschillende manieren. Je kan uiteraard je distributiepackage installeren. Er zijn packages voor de meeste distributies beschikbaar. Bij Debian en CentOS zit die gewoon in de upstream repository. Als je wat wil hebben, of de meer recente versie, dan kun je altijd het pip package installeren. Die is eigenlijk altijd door de makers van Ansible geüpdate. En binnen een dag staat daar altijd de meest recente versie. Dat is ook makkelijk aangezien je die in een virtual env kan installeren en op die manier meerdere Ansible versies naast elkaar kan draaien. Mocht je bijvoorbeeld nog tegen problemen lopen, kan je makkelijk terugschakelen naar een vorige versie. Vooral bij het testen van de migratie naar Ansible 2.0 ben ik vrij vaak heen en weer gegaan tussen 1.9 en 2.0. 2.0 die is wat strenger op een paar punten en die geeft wat andere errormeldingen. Als je een syntax error hebt, en dan is het handig om te zien wat de verschillende versies onderling zeggen. En met zo'n pip package in een virtual env is dat, kan je per x-term eigenlijk bepalen welke versie je draait. Heel lang is ook de aangeraden manier gewoon geweest, draai vanuit een git clone. dat werkt altijd, dan heb je altijd de meest recente versie. En in de git checkout zit ook een scriptje wat je kan sourcen om alle environment variabelen goed te zetten. Het staat onder env en heet hacking. En als je dat sourced, dan kan je direct aan de slag vanuit je git checkout. Nou, Ansible bestaat eigenlijk uit twee commando's. Er is ook nog een derde commando, dat heet Ansible doc. Dat beschrijft alle documentatie. Maar dat voert niks uit.
Als we kijken naar de twee commando's die we hebben, zijn dat Ansible en Ansible Playbook. Het Ansible-commando wordt gebruikt voor ad hoc commando's. Daarmee kun je één taak of één module uitvoeren. Inherent kun je dus niet meerdere dingen daarmee achter elkaar tegelijkertijd doen. Of één ding een reactie laten zijn op een andere module. Het is puur voor ad hoc gebruik. Nou, dat roep je aan met Ansible uiteraard. Je kan een inventory op de command line meegeven. Als die niet wordt opgegeven, zal daar de default inventory gebruikt worden. Ik geef hem liever altijd expliciet op. Met -m kan ik een module aanroepen. In dit geval roep ik de command module aan. Maar dat kan in principe iedere Ansible module zijn die bestaat. En zoals ik zei, dat zijn er meer dan 400. Met -a kan ik vervolgens de argumenten voor deze module meegeven. Nou ja, de command module is een heel simpele module. De I is de inventory. De inventory geeft aan naar welke machines Ansible kent. En beschrijft ook hoe bijvoorbeeld Ansible moet connecten met die machines. Daarin, over het algemeen, op zijn minimum zet je daarin de hostname van de machine die je wil managen. Maar daar kan je ook bijvoorbeeld zetten van op deze machine moet ik op een alternatieve port inloggen. Bijvoorbeeld als je op port 2222 moet inloggen. Dan kan je dat in je inventory zetten. Dat kan ik zo laten zien. Je kan daar ook opgeven dat je een bepaalde user moet gebruiken om in te loggen. In dit geval geef ik dat weer op de command line met -u. Maar als dat wordt voor de ene machine log ik in als Mark. En op de andere machine log ik in als Janssen M. Dan kan ik dat in mijn inventory zetten. En dan hoef ik dat niet op de command line mee te geven. Plus dan, ja, als het voor twee machines anders is, dan kan ik het niet op de command line meegeven. Want ja, dat zijn twee conflicterende settings. Nou, de -a optie was voor de argumenten. Zoals ik zei, de command module is een vrij simpele module. Die voert uiteindelijk gewoon een shell commando uit. En in dit geval zal ik dus het id commando uitvoeren. Volgens -u user kan ik opgeven als welke user wil ik dat Ansible connect naar die machine. En als laatste kan ik een mask opgeven van welke machines wil ik connecten. Nou, als ik daar all zet, dan zal die naar alle machines connecten in mijn inventory. Als ik daar bijvoorbeeld zet www, dan zal die naar de machine www connecten. Als ik daar zet us-sterretje, dan zal die connecten met alle machines die beginnen met us, bijvoorbeeld. Nou, in dit geval heb ik een inventory file waar twee machines in stonden. Machine Debian en machine CentOS. En je ziet, ik ben schijnbaar ook eens goed ingelogd, want ik krijg als antwoord terug dat mijn UID 0 was. En dan zie je ook dat de output anders is tussen verschillende systemen. Bij Debian heb ik geen SE Linux, dus dan krijg ik gewoon de output van ID. En bij CentOS heb ik schijnbaar wel SE Linux aanstaan en krijg ik dus ook mijn SE Linux context informatie terug. Als we kijken naar Ansible Playbook, dat werkt wat anders. Een playbook is een verzameling taken, dus ja, die kunnen op elkaar reageren. Daar kunnen meerdere dingen uitgevoerd worden. En de aanroep van Ansible Playbook is ook subtiel anders dan die van Ansible. Vaak als je een keer denkt van waarom werkt het niet, dan heb je misschien de syntax van Ansible in die van Ansible Playbook gestopt of omgekeerd. Want bij Ansible moet je eigenlijk altijd de host op het end geven en een playbook, ja, zijn host helemaal optioneel. Terwijl ja, bij het Ansible commando is die host echt wel verplicht op het end. Voor de rest, ook bij Ansible Playbook kan ik een inventory opgeven. Belangrijk aspect is dat ik een naam van een playbook moet opgeven. In dit geval gebruik ik playbook met YAML als voorbeeld. Ik kan eventueel extra variabelen opgeven. Die in mijn playbook wordt gebruikt kunnen worden. Daar kan ik heb bijvoorbeeld een playbook om op Dell machines firmware updates uit te voeren en de Dell management software te installeren. En normaal gesproken wordt alleen maar de Dell management software installeren. En dan kan ik mijn playbook uitvoeren die dat doet. Maar ik heb er een optie in. Als ik dan de slow optie aanzet, dan gaat hij ook daadwerkelijk proberen om firmware updates uit te voeren. Want dat duurt namelijk ook wel gewoon een uur. Vandaar ik die optie slow heb genoemd. En alleen als ik dus min e slow is true, dan zal die ook de taken uitvoeren die voor die firmware updates van toepassing zijn. 9 van de 10 keer wil ik dat niet. Dan wil ik alleen maar gewoon de software up-to-date hebben. Maar ja, op die manier kan je dus ook op de command line nog opties opgeven of je aanpassen wat er gebeurt in je playbook.
Nou, ook hier kan ik de -u optie gebruiken om een user op te geven. Maar belangrijker is de -l optie. Daarmee kan ik limiteren op welke machines dit playbook wordt uitgevoerd. In ieder playbook staat in principe al een definitie van op welke host die van toepassing is. Maar als daar bijvoorbeeld staat all, ja, dan zal die alsnog op alle machines iets gaan uitvoeren. En misschien wil ik dat op dit moment niet, omdat ik alleen iets op mijn testomgeving wil doen, of alleen op één specifiek systeem. En met -l kan ik dan zeggen van oké, beperk de uitvoer in dit geval tot dat ene systeem, of de systemen die matchen aan de reguliere expressie die ik daar opgeef. Nou, ik heb als voorbeeld, hoe ga ik hier uit? Zo. Ja. Ik heb een paar voorbeelden hier bij de hand. Dit is een beetje een voorbeeld van een minimalistisch playbook. Nou, wat beschrijft een playbook? Nou ja, we kunnen beginnen met commentaar. In dit geval heb ik er ook gewoon een executable playbook van gemaakt door hem Ansible playbook te laten uitvoeren. Dus zou ik hem zelfs gewoon vanaf de shell direct een playbook kunnen uitvoeren. Maar in principe, alles voor deze regel met de drie liggende streepjes wordt genegeerd door Ansible. En die drie streepjes geven aan van er begint nu een YAML document. En alle configuratie in Ansible bestaat in de vorm van YAML document. En dat is een vrij simpele datadefinitietaal. Als je drie keer gezien hebt, dan kan je hem zelf schrijven. En wat we vervolgens zien is eigenlijk één play. En een play beschrijft, nou ja, op welke host is deze play van toepassing. In dit geval de host demo. Dat kan een specifieke host zijn of een groep. Die we vatten onder de naam demo in dit geval. Vervolgens heb ik een optie die heet gather facts. Waarom hier een underscore staat, weet ik niet. Daarmee zeg ik van oké, op het moment dat dit play gedraaid moet worden, wil ik dat je daadwerkelijk facts gaat verzamelen over dit systeem. En wat houdt dat in? Dat betekent eigenlijk dat de setup module gedraaid wordt. Als ik zeg gather facts no, dan zal Ansible niet automatisch de setup module draaien. Dat is prima. De setup module die kost vrij veel tijd om te draaien. En als je een playbook hebt waarbij je al die facts uit de setup module helemaal niet nodig hebt, is het zonde om die setup module te draaien. En dan kan je een hoop tijd besparen door het niet te doen. In dit geval run ik hem wel. Vervolgens kan ik in mijn playbook, of in mijn play, ook nog bepaalde variabelen definiëren. Onder het kopje vars. In dit geval heb ik een variabele demo die zegt dit is een demo. Dat voegt niet heel veel toe. Vervolgens kan ik rollen includen. En dat betekent dat de taken die in deze rollen staan uitgevoerd worden als ik dit playbook uitvoer. In dit geval heb ik twee rollen, common en demo. Vervolgens kan ik ook nog tasks uitvoeren. En dus eigenlijk gewoon tasks, net als die in de rollen staan, maar dan ja, niet in een rol samengevat, maar specifiek voor deze playbook. En hier zou ik dus een task kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld als ik hier zeg command, hier ben ik. En dan kan ik hier zeggen command ID, zoals ik net had laten zien. Die zal printen wat mijn user ID is. Nou, wat gebeurt er nu? Over het algemeen zal nu eerst het ID-commando worden uitgevoerd. En vervolgens worden de rollen uitgevoerd. Als ik wil dat rollen eerder wordt uitgevoerd, heb ik ook nog een pre-rolls. En die worden uitgevoerd voordat de tasks gedaan worden die in dit playbook staan. Ik zal ook mijn inventory even laten zien. In dit geval, ik heb hem host genoemd. Voor Ansible heet die inventory. En als ik hem niet op de command line opgeef met wordt de -i optie, zal diezelfde file inventory gaan pakken. Ik noem hem liever altijd host. En dit is de hostfile die ik zal gebruiken voor de rest van de dag, vanavond. Ik heb een groep demo. En die groep heeft twee child groepen. Dat kan ik aangeven door dubbele punt children achter de groepsnaam te zetten. In dit geval zijn dat CentOS servers en Debian servers. Ja.
En de Debian servers en de CentOS servers, dat zijn specifiek twee servers, Debian 1.2 en CentOS 1.2. En dan kan ik eventueel ook nog, in dit geval, omdat ze niet in DNS staan, omdat het lokale virtual machines zijn, heb ik ook hier gezegd van, nou, dit is het IP-adres waarmee ze kan bereiken. En dat kan ik doen met Ansible SSH host in mijn inventory. Dan zal Ansible die naam, of in dit geval dit IP-adres, gebruiken om de machine te connecten. Als ik dat er niet achter zet, dan zal die gewoon aan het lokale systeem vragen van, ja, doe mij het IP-adres van Debian 1. Nou ja, gezien die niet in mijn hostval staat, kan ik op deze manier hem alsnog wel bereikbaar maken, in ieder geval voor Ansible. Mocht ik nou op een bepaalde machine een andere poort willen gebruiken, kan ik dat ook hier opgeven en hier bijvoorbeeld zeggen, Ansible SSH poort is 222. In dit geval zal de Debian 1 machine dan gaan connecten over port 2222, terwijl normaal gesproken port 22 gebruikt zal worden. Dan kan ik ook opgeven dat ik een andere user wil gebruiken dan mijn normale user. En dat zal Ansible dan ook oppakken. Een alternatief voor deze opties hier in de inventory zetten, is ze in je SSH config zetten. Want dan werken ze ook voor het SSH-commando. En aangezien Ansible het SSH-commando uitvoert, zal het dan ook werken. En dan werkt het niet alleen voor Ansible, maar ook gewoon vanaf de command line. Dus dat zal over het algemeen mijn voorkeur hebben. Zet het gewoon in je hostfile, in je SSH-config-file. Dan hoef je het maar op één plek bij te houden in plaats van op twee. Die underscore, dat is een, mijn VI-setting, die spaties underscored. Ik ga zo meteen mijn deployment oplossing laten zien. En daarvoor heb ik nog deze groepen, deploy Debian en deploy CentOS. En die hebben een paar extra variabelen. Nou ja, net als dat ik niet zie die Ansible SSH host, dat is voor Ansible ook een variabele. In dit geval heb ik hier nog wat zelfbedachte variabelen, namelijk een MAC-adres en een IP-adres voor provisionen. En die ga ik straks gebruiken om die machines op te bouwen. Vervolgens heb ik hier nog een groep KVM. En dat is in dit geval mijn lokale laptop. Daar wil ik de machines uiteindelijk op gaan bouwen. Dat doe ik met de machine in de groep KVM. Maar wordt voor de rest door Ansible hier niet gebruikt. Dus als ik nu bijvoorbeeld de ping-module zou runnen, kan ik zeggen Ansible min i hosts, min m ping, all, om alle machines te gaan pingen die in mijn Ansible inventory staan. En dan zullen we zien dat localhost in dit geval antwoordt. Die geeft een pong terug. En de CentOS 1.2 en Debian 1.2 machines die pingen niet. Want die staan op dit moment uit. Of die bestaan nog helemaal niet. Dit zijn namelijk de virtuele machines op mijn systeem. En hier kan je zien dat de CentOS 1 machine en de Debian 1 machine wel bestaan. Maar op dit moment helemaal niet aanstaan. Als ik die nu start, en we wachten even. Nou, nu zijn ze geboot. Dus als ik ze nu ping, dan hebben we als het goed is meer machines die antwoorden. Behalve dat het nog steeds niet werkt. Interesting. Zou toch moeten werken, zou ik nu verwachten.
prachtig demo-effect uiteraard. Weet je wat, we doen het gewoon anders. We zetten ze weer uit. We gooien ze zelfs weg. Want dat is uiteindelijk wat ik wilde demonstreren. Hoe kan je nou vrij snel nieuwe machines bouwen? In dit geval zeggen we weg ermee. En we deleten ook de disk image. Ja, de machines zijn ook daadwerkelijk weg. De disk images zijn verdwenen. En ik heb hier namelijk een playbook. Het heet VM Prepare. Het VM Prepare playbook maakt gebruik van Ansible om een machine waar al Linux op staat en die geschikt is voor virtualisatie, zoals mijn laptop, om daar vervolgens virtual machines op te installeren via Ansible. Dat heeft niet zo heel veel nodig. Het heeft vooral wat environment settings nodig, wat software die geïnstalleerd moet worden. Dus wat doe ik hier? Ik zeg, ik wil als user root wil ik wat dingen doen. Ik wil het default libvirt netwerk, wat aangemaakt wordt op het moment dat libvirt geïnstalleerd is, dat gooi ik weg. Dat doe ik in dit geval met commando module. En dan zeg ik, welk commando? Nou ja, user bin vers net destroy default. Nou, hoe weet Ansible nou of dat gelukt is of niet? Nou ja, in dit geval weet Ansible dat omdat ik hier heb gezegd removes en vervolgens etc libvirt qemu networks default. Als die file weg is, dan is het removen gelukt, dan wel was het al gelukt. Als die al weg was, dan zal die hem niet op dat moment gaan uitvoeren, want dan weet hij al van, nou ja, dit commando gaat uiteindelijk die file weggooien. Als die al weg is, dan hoef ik dat niet uit te voeren. Slaat hij hem over. Wat ik hier doe, belangrijk aspect is, uiteindelijk, ik run dit playbook op de hosts deploy. En deploy CentOS en deploy Debian. Want uiteindelijk wil ik een client gaan installeren. Maar wat ik hier gedaan heb, is ik heb gezegd, deze taak wil ik delegeren. Wil ik niet uitvoeren op de machine waar daadwerkelijk een playbook tegenaan praat. Maar ik wil deze uitvoeren op de hypervisor. Nou, de hypervisor in dit geval een variabele die zegt welke machine dat moet zijn. In dit geval is dat localhost, mijn laptop. Dus hoewel ik dit playbook word run tegen de machine Debian 1, zal deze taak en alle taken hieronder waar ook delegate toe bij staat, en dat is in dit geval alle taken, worden uitgevoerd op mijn laptop. En niet op een virtual machine die nog niet bestaat. Ik heb hier ook bij staan run once. Als ik dat namelijk niet doe en ik zeg op dit moment run mijn deployment en ik wil 4 machines maken, Debian 1, 2 en CentOS 1, 2, dan zal die taak ook 4 keer gaan delegaten. Maar ja, dat heeft niet zo heel veel nut, want uiteindelijk komt het op dezelfde machine terecht en wil ik hetzelfde ding doen. Dus hier heb ik gezegd run once, doe deze taak maar 1 keer uitvoeren, ook al zou die normaal gesproken meerdere keren worden uitgevoerd. Ander argument hier, ignore errors. Mocht er iets fout gaan, wil ik dat je gewoon doorgaat in plaats van normaal gesproken zo Ansible. Direct stoppen en een error printen. In dit geval is het niet heel boeiend als dit fout gaat. Nou, doe ik nog meer. Ik delete nog meer default netwerken. En ik kopieer hier uiteindelijk met de copy module een eigen netwerkdefinitie voor QEMU. Naar etc libvirt QEMU network provisioning XML input. Waarom doe ik dat? Nou ja, ik kan wel direct die provisioning.xml maken, maar dan weet QEMU nog steeds niks van die file. Die moet hij toch eerst ingeladen. En als je hem inlaat, dan maakt hij zelf die provisioning.xml file aan. Dus ik zet een alternatieve file neer, .xml.input, en ik vertel vervolgens in de volgende stap, hier zo, in Make Provisioning Network, van ga die file inlezen. Dat heb ik hier gedaan met een notify. Dat betekent dus, nou ja, dat wordt niet op dit moment meteen uitgevoerd. Op het moment dat dit playbook klaar is, gaan alle notify acties uitgevoerd worden en dan zal dus ook deze taak uitgevoerd worden. Ook die is weer gedelegate. Wat heb ik voor de rest nog? Nou, er moet wat software geïnstalleerd zijn voordat ik virtuele machines kan runnen. In dit geval, when hypervisor OS is Debian,
draai ik dit op een Debian machine, nou ja, dan heb ik deze packages nodig. Netfilter, Persistent, DNS, Mask, Python packages om met virtualisatie te praten en dergelijke. SysLinux gebruik ik voor het booten van de systemen. En Lighty als webserver. Mocht nou de hypervisor echter CentOS zijn, nou ja, dan heb ik een iets andere lijst packages die ik nodig heb. In dit geval gebruik ik hier nog de Yum module en bij Debian de apt module. Maar in principe zou ik daar ook de package module kunnen gebruiken in dit geval. Ander dingetje wat we niet behandeld hebben, with items. Met with items kan je in principe deze taak een loopje laten uitvoeren met als argument iedere keer de volgende stap vanuit de with items. Dus in dit geval zal apt een package met de naam item, nou ja, die komt hier uit de with items lijst. En state installed zorgt ervoor dat het package geïnstalleerd wordt. Als ik daarvan maak state is latest, zal die ook zorgen dat het de meest recente versie is. Dus als er een update is, zal die hem updaten. Waarbij state installed is van, nou ja, als die maar geïnstalleerd is. Als die niet geïnstalleerd is, zal die automatisch de meest recente versie uiteraard pakken. Maar als die al geïnstalleerd is, maar het is niet per se de laatste versie, dan is dat ook goed. Door te zeggen state installed, zal je playbook sneller runnen, want dan hoeft hij niet ook nog te vergelijken of alle versies up-to-date zijn en of die moet updaten op dat moment. Het is makkelijker als je een hele hoop verschillende playbooks aan het runnen bent en een hele hoop wijzigingen aan het doen bent, om op een gegeven moment één keer aan het end gewoon te zeggen van oké, zorg nu dat alles wat geïnstalleerd is ook de meest recente versie is. In plaats van dat je in iedere run een package index moet gaan opbouwen om te zien of het wel de meest recente versie is. Nou, hetzelfde in principe voor de CentOS variant. Alleen daar gebruik ik de Yum module en de package namen zijn anders. Maar ook daar hebben we de opties installed of latest. Vervolgens installeer ik nog wat firewall rules. Configureer ik mijn DNS mask. Die gebruik ik om DHCP uit te delen aan mijn virtuele netwerkje. En niet alleen DHCP, maar ook een netboot server te presenteren. Waar dan ik mijn machines van kan netbooten. Daarvoor kopieer ik nog allerlei files heen en weer. PXC Linux, zodat ik een netbootomgeving krijg. Dat is wat hier allemaal gebeurt. Ik installeer ook voor de Debian machines die ik wil installeren. Die hebben een initrd en een met de Debian installer nodig en een kernel. Die komen direct van de Debian install cd's. Dan wel de netins directory van de FTP server vandaan. En in het geval van CentOS ook weer een initrd en een VM Linux. De kernel en de initrd zoals ze van de CentOS installatie cd komen. Vervolgens was dit eigenlijk de laatste task en krijgen we hier de handlers. En de handlers, dat zijn dus dingen die runnen aan het einde, ook al heb ik ze eerder aangeroepen. En nou ja, hier de handler van Make Provisioning Network, die zorgt ervoor dat die XML-file ingelezen wordt. En je ziet hier ook creates, nou ja, provisioning.xml met behulp van vers netdefine en dan input xml file. Deze handler notified, oftewel zorgt dat weer andere handlers gestart worden. Twee volgende handlers. De auto start provisioning network en de start provisioning network. Nou ja, wat doen die? De ene zorgt ervoor dat er een symlinkje wordt gemaakt, zodat bij het booten dat netwerk gestart wordt. En de andere die start nu voor de ene keer het netwerk. Want ja, we gaan niet rebooten om alleen nog een netwerk te starten. En ik heb hier nog wat dingen staan die momenteel niet gebruikt worden. Ik kan nog even een belangrijk commando laten zien. Ik heb al gezegd, Ansible Doc beschrijft de documentatie van Ansible. En de documentatie van Ansible is een van de krachtige punten ervan. De documentatie van Ansible is vrij goed. Er is online documentatie. Maar je hebt ook in iedere installatie offline documentatie. Met het Ansible doc-commando kan ik die documentatie lezen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen met -l of -list, geef mij alle modules die op dit systeem beschikbaar zijn voor Ansible. Duurt even, want het zijn er veel. En dan krijgen we dus nu een lijst met één per regel naam van de module en een eenregelige beschrijving wat die module dan doet.
Nou ja, ik had er al een aantal uitgepakt in mijn slide. Maar zo zie je, zijn er vrij veel modules. Er is ook tegenwoordig een hele lijst modules om Windows-systemen te managen. Dat is ook een van de dingen waarbij ze bij Ansible 2 nu heel hard aan het werk zijn, om die een beetje up to par te krijgen. Zodat je ook Windows-systemen kan managen. Op dit moment is dat beperkt tot aanmaken van users en installeren van MSI-packages ongeveer. Maar ja, men is nu bezig met wat kunnen we nog meer met Windows-systemen managen. Ja, terug naar Ansible Doc. Als ik wat meer zou willen weten over de Yum-module, kan ik zeggen Ansible Doc Yum. En krijg ik iedere optie die de Yum-module ondersteunt. Daarbij kan ik zien of een optie mandatory is of optional. Door dit streepje hier aan het begin. En iedere optie staat beschreven. Wat hier mist, maar in de online documentatie wel staat, is als een bepaalde optie is toegevoegd in een nieuwere versie van Ansible. In de web-based documentatie staat dan deze optie is toegevoegd in versie 1.6. Deze optie is toegevoegd in versie 1.7. De offline documentatie heeft dat niet, of aanzienlijk minder. Maar daar kan je gewoon de documentatie van de juiste versie gebruiken. En dan zal je altijd zien wat je op dat moment hebt. Maar ik ben ook wel eens gelopen dat ik lekker iets aan het bouwen was en met Ansible 2.0. En ik toen wilde uitvoeren mijn productieomgeving waar nog 1.9 draaide. En ik toen erachter kwam dat een of andere optie nog niet bestond bij 1.9. Nou ja, dat was jammer. Dan moest ik dat toch anders oplossen. In de documentatie staat naast de beschrijving van eigenlijk alle opties en wat ze doen en wat ze betekenen ook voorbeelden onderaan. Met hoe je het kan gebruiken. En als laatste optie kun je ook zeggen Ansible Doc -S en een module. Dan krijg je een short summary van hoe je hem aanroept en de meest standaard opties. Je ziet bijvoorbeeld de documentatie van de template module. Ansible gebruikt Jinja 2, dat is een Python templating engine, voor het uitvoeren van zijn templates. Jinja is eigenlijk alweer een hele programmeertaal op zich, wat dat betreft. En het is handig om daar ook nog los naar te kijken als je met Ansible aan de gang gaat. Maar met Jinja templates kan je conditionals doen in je configuratiefiles. Je kan variabelen verwerken, je kan de meest gekke dingen ermee doen. Ik laat er zo nog een paar voorbeelden van zien. Maar ja, zoals ik zei, alles is gedocumenteerd in Ansible Doc. En ook op de website staat vrij leesbare documentatie. Terug naar mijn playbook. Als we nu die machines willen bouwen, die ik net geleerd heb, kan ik dat doen door te zeggen Ansible Playbook. En dan zeg ik hier Ansible Playbook -i, mijn inventory file, in dit geval hosts. Welk playbook wil ik runnen? VM deploy. Ik wil een virtual machine gaan deployen. Welke dan? Nou ja, als ik niks opgeef, allemaal. Maar in dit geval laten we eerst maar één tegelijk doen. Want de bandbreedte hier zal niet heel erg helpen als ik vier keer een hele distro wil gaan downloaden. En nou ja, als welke user wil ik hier lokaal inloggen? Nou ja, root in dit geval. En wat zie je nu? Nou ja, er gaat allerlei dingen gebeuren. Daar zie je hier weinig van. Maar als ik hier nu kijk in mijn Virtual Machine Manager, zie je dat er opeens weer een configuratie is voor een Debian 1 machine. Die ik net gedelete had. En tadaa, hij start nu ook. En als ik daar de console van opentrek, zie je dat daar momenteel een bootmenu in staat. Waarmee, als het goed is, Debian geïnstalleerd gaat worden. En daarin start dan volledig automatisch de Debian installer. Die met DHCP netwerkinformatie gaat ophalen.
En hopelijk werkt dat, want daar had ik van de week heel veel ruzie mee. En vervolgens daadwerkelijk een daemon install gaat doen op basis van een pre-seed die ik eerder gemaakt heb. Hetzelfde kan ik uiteraard ook doen voor de CentOS machine. Daar liep ik eergisteren tegenaan dat de mirror waar ik tegenaan wilde praten helaas down was voor onderhoud. Dus dat heb ik nog even aangepast naar een andere mirror. Nou ja, zoals je ziet, deze daemon installer loopt. Die laat ik even links liggen. Komen we straks weer terug. Het duurt namelijk een minuutje of 5. Maar ik kan ondertussen even terugkijken in wat mijn Ansible Playbook heeft gedaan. Die is ondertussen namelijk klaar. En die wacht. In dit geval had ik hem kunnen laten wachten totdat de daemon install helemaal klaar was. Maar ja, dat kan 5 minuten duren. Het kan 10 minuten duren. Het kan langer duren. Afhankelijk van de bandbreedte. En misschien wil ik ondertussen wel andere dingen doen. En uiteindelijk het enige wat hij moet doen is wachten tot het klaar is. En dan zeggen, het is klaar. Nou ja, die taak geloof ik wel. Dus die heb ik weggelaten hier. Als we nu kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Hier begint de uitvoer van het playbook. Ik maak een disk image aan. Daar gebruik ik de QEMU image module voor. Die zit helaas nog niet standaard in Ansible. Maar een paar vriendelijke Belgen hebben er een berg modules geschreven. Voor het provisionen van Linux systemen. En in hun geval voornamelijk op VMware. Dat gebruik ik niet. Maar ik gebruik wel hun overige modules. In dit geval de QEMU image module om een disk image te maken. Ik maak een template directory aan. Nou ja, in dit geval hier zie je changed en geel. Dit is daadwerkelijk iets wat is uitgevoerd en wat er tot een verwijziging is gekomen. Het was niet zo. Na de Ansible playrun was het wel zo. Dus hier is daadwerkelijk iets gebeurd. Terwijl hier zie je oké en groen. En dat betekent van ja, whatever je wilde dat er gebeurde, het is nu zoals het is, maar het was eigenlijk ook al zo, want er is helemaal niks veranderd. Het is groen, het was al groen, het blijft groen. Template VM, nou ja, daar maak ik mijn QEMU template aan. In dit geval stond die er al, want ik had hem niet gedelete. Of in ieder geval niet op de webserver waar die van gedownload werd. Hier defineer ik mijn template voor QEMU. Nou ja, daar zie je wel weer changed, want ik had hem in QEMU had ik hem weggegooid. En op deze stap wordt dan dat image ingeladen. En dat is wel weer een wijziging. Ik maak een DHCP-entry aan in mijn DHCP-server, zodat met dat MAC-adres wat ik in mijn inventory-file had staan, en wat ook in de template staat als zijn de MAC-adres van die betreffende machine. En op die manier kan ik zorgen dat hij dan ook de juiste opties meekrijgt in de netboot. Moet voor PXC Linux een config-file maken, en PXC Linux die pakt een samenraapsel van een MAC-adres als default config-naam die hij gaat proberen te downloaden van de TFTP-server. Dus ik heb een taakje gemaakt die het MAC-adres omvormt naar dat faalnaampje. Daar heb ik een taak voor, zodat ik dan vervolgens in de volgende stap daadwerkelijk dat faaltje kan maken met de juiste faalnaam. Ik zal zo de playbook laten zien. Vervolgens maak ik dus mijn PXC Linux configuratie aan en mijn preseed configuratie voor Debian. Daar komen er ergens wat hoogstnamen in te staan, IP-adressen, dat soort dingen. En als het allemaal gelukt is, dan kan ik hier zeggen van group by. Als die machine nog niet geprovisioned is, dan wil ik een provisioning starten. En dan krijg ik dus een nieuw play met alleen maar de machines die nog niet geprovisioned waren op dit punt. En daarbij zeg ik van restart DNS mask. En zorg ervoor dat die machine geboot wordt. En als die boot, zal die vanzelf een network boot doen, want hij heeft nog geen harddisk. En bij netboot zal die vervolgens de installer starten. Dus kijken of die installer ondertussen klaar is. Ja, helaas, we hebben geen netwerk. Zullen we zien, is de installer inderdaad gefaald? Ik zou zeggen dat ik netwerk heb. Even kijken.
Waar had ik nu fout, is dan de vraag. Schijnbaar was het gewoon een netto glitch. Want hij gaat nu door vanaf een andere mirror. Ja, hij zal in ieder geval nu gewoon een standaard preseed die we install gaan doen. Ik kan ondertussen even de CentOS install starten. Of als ik in principe niet iets limit. Als het goed is, 3 machines gaan proberen te maken nu. En dan zie je inderdaad van voor 4 machines gaat hij nu de configuratie opbouwen. Die fout ging was mijn localhost. Daar moet hij niet een configuratie voor gaan bouwen. Schijnbaar heb ik bij de restart job voor DNS Master niet gezegd dat ik dat ook maar 1 keer tegelijk moet doen. Dat heeft hij ook 4 keer geprobeerd te doen. Dan kan het wel eens fout gaan als je 4 keer probeert diezelfde ding te herstarten. Want ja, terwijl 1 restart loopt, zal de andere zeggen, ja, maar hij was down. Maar dan nog heeft hij nu besloten wel dat hij in ieder geval de CentOS 2 machine moet gaan doen. En een beetje geluk hebben we inderdaad ook een definitie voor CentOS 1, CentOS 2, Debian 1 en Debian 2. En CentOS 2 is ook gestart. In principe, als ik nu de andere machines met de hand start, dan gaat hij alsnog zijn provisionen, want alle configuratie staat daar klaar voor. Nou, de CentOS install werkt significant anders dan de Debian install, maar uiteindelijk voor Ansible maakt het weinig uit. We zetten een configuratie neer die genetboot wordt, en die netboot configuratie moet er maar voor zorgen dat die machine geïnstalleerd wordt. In het geval van CentOS, dan wel Red Hat, is dan een kickstart. En de kickstart zorgt ervoor dat het hele systeem, die krijgt een getemplate kickstart file, waarin alle settings staan zoals ik ze wil hebben, met bepaalde diskgroottes, met bepaalde IP-adressen, MAC-adressen, users. En in de post-install zorg ik vaak er nog voor dat mijn pubkey erin komt te staan, zodat ik hem daarna met Ansible weer kan managen. En met behulp van deze manier op een fatsoenlijk snelle machine, of als ik een lokale mirror gebruik, ik had het op mijn desktop draaien, kon ik zo'n 5 à 10 virtual machines bouwen in 5 minuten tijd, door alleen maar 1 regel toe te voegen in mijn Ansible inventory. En dan Ansible te runnen. Nou, vervolgens wacht je dus 5 à 10 minuten en heb je een hele berg testmachines, waar je vervolgens andere Ansible playbooks op kan runnen om daar de juiste configuratie op te zetten. Voor een van mijn klanten heb ik zo'nzelfde setup gebouwd voor hun testomgeving. Alleen dat is iets wat complexer. Dat is geen standaard kale install, maar er wordt meteen hun hele app opgedeployed. Wordt database opgedeployed. Wordt data ingeladen in de database. Worden allerlei Java-apps opgedeployed en geïnstalleerd. Een hele webomgeving wordt er opgetuigd, inclusief load balancer en certificaten. Zodat ze daar vervolgens functionele testen mee kunnen gaan doen. En vanuit hun CI-infrastructuur, iedere keer als er een beeld klaar is, met 1 druk op de knop, een hele testomgeving kunnen bouwen. Niet voor de performance testen, want dat is absoluut niet performance relevant als je het op 1 hele dikke virtual machine bouwt. Maar in ieder geval voor de functionele testen kunnen ze daarmee af, voordat het op echt hardware geïmplementeerd wordt. Voor wat performance testen. Nou ja, hier zie je de CentOS installer, die zal iets meer moeten downloaden dan de Debian installer. Eens kijken hoe ver die ondertussen is. Die is ook druk bezig nog steeds met downloaden. Bandbreedte hier zal wat minder zijn dan wat ik thuis op kantoor heb. Maar als je ziet, ja, die installer start gewoon. En mocht ik, deze zijn net niet gestart vanwege een Ansible issue, maar als ik die start, dan gaan ze alsnog gewoon net booten.
Zullen we kijken. Even laten zien hoe een roll eruit ziet. Over het algemeen worden de rolls... Heeft Ansible een bepaalde directory structuur, laat ik het zo zeggen. Die bestaat uit roles. De directory waaronder alle roles geïnstalleerd worden. Er is ook een online role repository, die heet Ansible Galaxy. Daar kan je tienduizenden door third-party gemaakte rollen vinden. Kwaliteit daarvan over het algemeen vind ik niet geweldig. Je moet ze zijn niet echt geschikt om te zeggen van, hey, ik download de dingen, ik gebruik hem meteen. Maar ze zijn wel vaak geschikt om te zien van, hey, wat hebben andere mensen die iets vergelijkbaars wilden doen geprobeerd? Waar hebben zij aan gedacht? Over het algemeen moet je toch aanpassen aan je eigen situatie en je eigen bedrijfsomgeving. Maar het is in ieder geval een goede checklist van dat je misschien ook aan bepaalde dingen moet denken. Terug naar de directory structuur. We hebben roles. SiteYAML wordt door heel veel mensen gebruikt als zijnde van, ja, hier zet ik eigenlijk mijn hele configuratie in. Al mijn combinaties van machines en rollen. En dan kan ik zeggen van, ik run één keer in de zoveel tijd, run ik mijn site.yaml playbook en worden al mijn machines volledig gecontroleerd en weer geüpdate en bijgewerkt naar zoals ik in mijn definitie heb staan. Hosts, in dit geval een inventory. De Ansible inventory kan, zoals ik hier heb staan, een platte file zijn. Maar het mag ook een directory zijn, bijvoorbeeld. Als ik een directory opgeef als inventory, zullen alle files in die directory bekeken worden. Dus ik kan bijvoorbeeld een directory maken, inventory, en daarin productie, test, acceptatie, ontwikkel. En dan kan ik de ene keer zeggen van, als ik iets zeg, alles wil runnen, zeg ik inventory is de directory inventory. Maar als ik iets alleen tegen productie wil draaien, kan ik zeggen, mijn inventory is inventory slash productie. handiger als je ook dingen met cloud doet, of met gewoon scalable omgevingen is, je kan ook een executable neerzetten op de plek van de inventory, of in de directory. En die executables uitgevoerd worden, en de uitvoer daarvan wordt dan gebruikt als inventory file. Je kan dus bijvoorbeeld dynamisch op basis van je CMDB een inventory laten genereren. En Ansible zal dan dat commando uitvoeren en de output daarvan zien als inventory file. Die kan je ook combineren. Dus je kan ook zeggen van, ik heb een inventory directory met drie platte tekstfiles en een executable. Nou ja, de drie platte tekstfiles worden gekat en de executable wordt uitgevoerd. En samen wordt dat dan je inventory. Je kan ze gek maken als je wil wat dat betreft. Vervolgens hebben we de directory library. Library is om extra modules, extra Ansible modules te includen die je in je place kan gebruiken. Normaal gesproken zullen die gewoon uit de geïnstalleerde Ansible tree komen. Maar ik heb bijvoorbeeld een paar extra modules die toegevoegd. In dit geval zijn dat QEMU image, virt boot, virt fetch en virt guests. En het zijn drie modules om met libvirt te werken. Die zitten nu niet in Ansible, maar op deze manier kan ik ze toch gebruiken door ze in mijn eigen library folder te zetten. Vervolgens hebben we nog hostvars en groupvars. Ansible heeft een vrij complexe manier om variabelen te gebruiken. En er zijn verschillende plekken waar die kan definiëren. Met groupvars en hostvars kan je variabelen toewijzen aan groepen van hosts of aan individuele hosts. Nou, spreekt voor zich. Maar je kan ook variabelen in je playbook zetten. En je kan variabelen in je rol zetten. Je kan variabelen op de command line meegeven. Je kan variabelen laten discoveren. Je hebt nog je kan nog facts genereren. Het is af en toe vrij lastig om te zien van, nou ja, waar komt die bepaalde variabelen vandaan. Omdat er natuurlijk 7 of 8 verschillende plekken zijn waar je ze kan opgeven. En ook als je 1 variabele op 2 verschillende plekken hebt staan, hoe weet je nou welke gebruikt gaat worden? Nou ja, er is een lijstje voor op de Ansible website, kan je die vinden. En
Er zijn een paar bugs geweest over dat opeens de volgorde anders was geworden. Ergens in versie 1.8 geloof ik. En daarna in 1.9 weer teruggedraaid. En ja, daar gaan mensen daar moeilijk over doen. Maar dat was gewoon een keer een bug geweest dat het anders was. Uiteindelijk, de documentatie is natuurlijk de baas. Waar is dat lijstje gebleven? Kijk. In Ansible 1.0, the precedence is as follows. Nou ja, role defaults. En ja, hoe lager in het lijstje die staat, hoe meer die overrolt. En je ziet hier uiteindelijk de min E op de command line, de extra vars, die overrolt alle anderen. Dus nou ja, mocht je het zeker willen weten dat een bepaalde setting een bepaalde waarde staat, geef hem op de command line op, dan weet je zeker dat het hem is. Maar normaal gesproken zal hij eerst kijken bij de variabelen in de role. Vervolgens variabelen in de inventory, zoals de Ansible SSH host, zoals ik heb laten zien. Vervolgens facts van het systeem. Nou ja, dan command line, die staat ook weer hier, maar variabelen in place, variabelen in roles, variabelen in de configuratiefile is er ook nog. En uiteindelijk extra vars. Nou ja, bij Ansible 2 hebben ze het wat duidelijker gemaakt, maar dan zie je ook dat er nog veel meer plekken zijn waar je variabelen kan definiëren op bepaalde precedences. Dus ja, dit is misschien wat exotisch, maar dan weet je in ieder geval duidelijk van, nou ja, dit gaat boven dat. En op die manier kan je zorgen dat je je juiste waardes op de juiste plek hebt. Maar ook hier weer, uiteindelijk de role defaults. De defaults zijn de laagste priority. En de extra vars op de command line zijn de hoogste priority, die winnen altijd. Nou, ik zie dat mijn VM's nog steeds lekker staan te stampen, dus die zullen nog steeds druk bezig zijn. Als ik hier word kijken naar mijn group vars. Nou, wat heb ik hier allemaal in variabelen staan voor mijn deployment? Nou ja, hypervisor, op welke machine wil ik dat deze komt? Nou ja, dat kan ik hier, heb ik hier mijn group vars staan, maar dat zou ik ook op de command line mee kunnen geven als ik dat runtime wil aanpassen. In ieder geval localhost, mijn laptop, en mijn laptop draait Debian. Dus dan zal het blokje Debian gebruikt worden voor de configuratie. Machine type is welke type VM is dit voor QEMU. En Debian heeft daar net iets ander lijstje van dan CentOS. Vandaar dat ik hem maar gewoon hardcoded hier heb staan. Nou ja, wat hebben we voor de rest nog boeiende dingen? Een image size, hoeveel gig groot moet zo'n disk image worden? Nou, dit is dan de default waarde. Ik kan bijvoorbeeld in mijn inventory zetten dat Debian 2 8 gig moet worden. Dan zet ik daar gewoon QEMU image size is 8000. En zal die groter worden dan de rest. Nou ja, voor de rest gewoon wat settings, welk netwerk moet ik hebben, welk wachtwoord wil ik ingesteld hebben als root, welk wachtwoord wil ik ingesteld hebben voor mijn normale user. Nou ja, deze komen gewoon uit de etc shadow van een geïnstalleerd systeem. IP-adres van de kickstart server, dan wel, in dit geval is het Debian, is het geen kickstart, maar de preboot server, maar ik heb even de naam kickstart gehouden voor allebei. Of in dit geval is het CentOS config, dus dat spreekt sowieso voor zich. En nou ja, waar wil ik mijn CentOS vandaan halen? Die had ik tot vorige week op ftp.nlu staan. Maar ftp.nlu was helaas eergisteren down. Dus je ziet hier, ik heb het nu even aangepast in een andere mirror server. Zodat mijn demo weer door kon gaan. Maar dan heb ik nog even zitten staren van waarom alles niet meer werkte. Mijn Debian install ging vrolijk door. En mijn CentOS install die bleef heel erg hangen op van ik kan geen software downloaden. Bij Debian hadden ze dat probleem niet, want die gebruiken een CDN. En dan ja, heb je nooit echt een issue dat één machine down kan zijn. En vervolgens, nou ja, wat voor command line opties wil ik hebben in mijn bootmenu'tje. En welke kernel moet die booten, dat soort dingen. Voor Debian is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Hetzelfde wachtwoorden ook. Alleen andere namen van de kernel en andere command line opties. Ik kan dus even overroelen door in een hoogstvars te zetten van ik heb woord hoogstvars voor Debian 1. En dan kan ik hier woord zeggen dat ik QEMU disk size 8000. Nou ja, dan zal die een grotere disk krijgen, want ja, de hoogstvars overroelen de groepvars.
En op die manier kan ik dus ja, toch met één soort setting verschillende manieren een systeem opleveren. Die maar even niet bewaren, anders gaan gekke dingen gebeuren. Ja? Zal ik laten zien? Die variabelen in de kickstart file komen. Ja. Nou ja, ik heb hier. Zullen we kijken. VM deploy. Uiteindelijk maak ik hier. Waar staat die? PXC-config. Hier mijn pre-sheet, dan wel mijn kickstart-configuratie voor Red Hat, dan wel Debian. Dus laat ik even de kickstart-variant pakken bijvoorbeeld. Ik gebruik hier de Ansible template module. Om een template zijn dus template CentOS kickstart config.j2. J2 is Jinja. De template naar mijn webdirectory. En dan de hostname voor deze machine, dus CentOS 2 bijvoorbeeld, .ks te maken. En als ik dan deze template bekijk... Template, Jinja pakt alles wat tussen dubbele accolade staat of tussen accolade procent. Gaat hij iets mee doen. De rest blijft hij gewoon één voor één doorzetten. Dus nou ja, in dit geval... hier zie je eigenlijk meteen al de eerste macro die aangeroepen wordt. Ansible managed. En die wordt vervangen door een string zoals die staat in mijn Ansible configuratie. Over het algemeen zal die daarin zetten... deze template is, dit is een file die door Ansible gemanaged wordt, blijf er met je handen vanaf. Want als je iets wijzigt, wordt het weer overdag gemaakt, want Ansible die runt het gewoon opnieuw. Maar er zal ook in staan, het is voor het laatst veranderd op die datum door deze user vanaf die machine op basis van dit source template. En voor de rest zie je hier dus overal tussen die accolades, zijn variabelen die ingevoerd worden. Dus hier zie je bijvoorbeeld, nou ja, de kickstart URL is deze mirror voor die architectuur. In dit geval 64 bit. En hier, root pass scripted. Dat is net het encrypted root wachtwoord wat ik liet zien. Die wordt hier ingevuld. En op die manier wordt die kickstart file gemaakt. Ja. Nou, wat staat hier voor de rest aan templates in? Ik heb nog een post-install scriptje wat hij dan... bij de post-install downloadt hij dat via wget van mijn webserver. Of curl in dit geval, en voert hij dat uit. Hier wat moeilijke trucjes om de juiste partitionering aan te maken. Ook op basis van of het een lokale harddisk of een virtuele harddisk is en dat soort dingen. En dat hij niet USB-sticks of andere dingen gaat proberen te partitioneren. Maar als je dan kijkt in mijn webserver, heb ik hier dus die kickstart files staan die door die template gemaakt zijn. Als ik dan diezelfde file bekijk, zie je hier, nou, hier stond dus Ansible Managed tussen accolades. Dat is in de template vervangen door de tekst Ansible Managed en dan de source template. CentOS Kickstart, modified, nou ja, 1 maart om 17:27 door mij op mijn laptop. En vervolgens zijn dus hier al die variabelen ingevuld. Dus hier zie je mirror 1000mbps.com, het wachtwoord en ik weet niet wat er nog meer in template stond, maar hier is de template verwerkt. En nou ja, de kickstart die pakt uiteindelijk gewoon via web deze file op. Als ik hetzelfde wil kijken voor de Debian versie. Ja, wat staat hierin? Ook hier zie je bijvoorbeeld, maar dan de Debian variant. Het wachtwoord geïncluded. Welke user aangemaakt moet worden. En allerlei andere dingen die in mijn template staan. Nou, deze is net klaar met zijn install. Goede timing. Nee, je ziet, nu boot hij van de interne harddisk. De virtuele harddisk. Nu hoop ik dat ik het wachtwoord nog weet. Mooi. Nou ja, deze is dus
Net geïnstalleerd. Nou ja, er zit er nog niet alles in zoals ik hem wil hebben, want de hostname wordt nog niet ingesteld. Die staat nog op localhost. Maar ja, dat zijn allerlei dingen die ik vervolgens met een volgende Ansible run kan doen. Of die kan ik ook nog in mijn template verwerken. Alleen ja, de template heb ik eergisteren nog even aangepast aan alle nieuwe releases. Dus er zit nog niet alles in. Dit is namelijk nu, dat is wel nog 6 of 7. Ik heb er ook nog een gemaakt voor CentOS 7. Maar die heb ik nog niet allemaal verwerkt. Ja, deze is ook geboot. Ja, door eigenlijk je IP-nummer goed te zetten, maak je het gereed om content te gaan doen. Ja, en ik kan dus ook bijvoorbeeld zeggen van, dat is wat ik bij een klant gedaan heb. Want daar gaat het niet alleen om voor virtuele machines, maar ook om fysieke machines. En dan hang ik ze eerst in een ander VLAN. En dan doen ze dan DSCP. En dan, maar nog steeds door het MAC-adres in ieder geval in te stellen, kan ik vervolgens die template, die hang ik ook weer aan het MAC-adres. Want dat kan ik wel even laten zien. TFTP boot. SRV TFTP boot. PXP Linux. Hier staan dan die files. En dit is uiteindelijk gewoon een stukje MAC-adres. En die wordt door PXP Linux gebruikt om de juiste file te downloaden. En wat staat erin? Nou ja, dit is gewoon een bootmenu. Die vervolgens weer zegt van oké, ik wil dat je Debian 8 gaat installeren met die kernel en deze init RD en vervolgens deze preseed file. En in het geval van een CentOS, het leuke is, ik geef eigenlijk zowel de Debian machines als de CentOS machines een bootmenuutje mee waarbij ze alles kunnen, alleen de default optie is anders. In het geval van de Debian machines staat de Debian optie als eerste en zal Debian geïnstalleerd worden. Maar heb je nog steeds een bootmenuutje waar je nog steeds van lokale harddisk kan booten. Of Debian kan installeren of CentOS kan installeren voor als ik een foutje had gemaakt en dat ik dat met de hand wil fixen. Normaal gesproken gaat hij gewoon de eerste optie booten. In dit geval Debian, want het is een Debian machine. Maar ik heb dus ook de andere opties. Local harddisk boot of alsnog Debian expliciet of alsnog CentOS expliciet installeren. Maar dat is gewoon meer om mezelf makkelijk te maken. Maar hier zie je, in het geval van CentOS krijg je een andere kernel en een kickstart URL. En je kan in principe ook nog hier een default file neerzetten die je altijd oppakt. En als je dan niet per se je template gemaakt hebt, dan zal die alsnog, als die alsnog wel TFTP boot, nog steeds een installer gaan starten. Maar misschien wil je daar dan in zetten, boot maar toch maar van lokale harde. Zodat niet per ongeluk, want als ik dit doe. Ja. En de machine die komt hier langs en die zegt, hey, leuk bootmenuutje. En nu ga ik mijn harddisk wipen. Ja, dat is leuk, maar daarnaast weg. Wat je hier nog kan doen, wordt wel in je playbook kan verwerken, is toch maar wachten tot die klaar is. En dan de templates weer weggooien bijvoorbeeld. Ik laat ze nu allemaal staan, want het zijn MAC-adressen van virtual machines die ik alleen maar voor dit doel gebruik. Alleen maar voor testdoeleinden. Dus ja, als ik die kwijt ben, boeit dat niet zo heel veel. Maar als het om fysieke machines gaat, wil je niet dat ze een keer rebooten per ongeluk. En per ongeluk netbooten en vervolgens al hun disken wipen. Dat kan wat nare gevolgen hebben. Wat kan ik nog meer laten zien? We gingen even naar de roles kijken. Ansible 2 of 1? In deze demo nu 1.9, omdat ik zeker weet dat alles daarin werkt. Ik ben het allemaal aan het ombouwen naar 2 en dat principe werkt het ook allemaal voor 2. Alleen ik liep eergisteren even tegen een paar issues aan dat ik dacht van doe maar even weer 1.9, dan weet ik zeker dat het werkt allemaal. Wat is voor jou het belangrijkste leuke feature? Ik heb nog niet heel veel gebruik gemaakt van 2 features. Ik heb wel alles omgezet naar 2 en het is iets duidelijker in de errormeldingen. Als je bijvoorbeeld een syntax error hebt. Ansible 1 zei alleen maar van, je hebt een syntax error en als het goed is op die regel. Ansible 2 zegt van, het is niet alleen die regel, het is daar en dit is er fout en fix dat. Het is allemaal wat duidelijker geworden. Daarnaast heeft Ansible 2 wat krachtigere manieren om loops te doen, om conditional includes te doen. Iets wat in Ansible 1 helemaal niet kon. Je kan zeggen van, include deze lijst taken alleen maar als deze conditie waar is. Ansible 1 deed dat in principe ook wel. Alleen wat die deed is, die ging dan vervolgens nog steeds
de taken altijd includen, maar bij iedere taak vervolgens de conditional toepassen. Waardoor je kreeg dat, als die niet van toepassing is, was de conditional, dat je nog steeds alle taken voorbij zag komen met skipped. Nou ja, als je 500 taken include, dan kreeg je 500 keer skipped. Terwijl bij Ansible 2 is de hele include conditional geworden, waardoor de hele taken ook niet voorbij komen, ook niet als skipped, maar dat alleen maar de include geskipt wordt. Dat was één belangrijk voordeel eigenlijk. Nog steeds single threaded? Wat er ook in zit, wat helpt, is bij Ansible 1 inderdaad, is het execution model, zoals ze dat noemen, is we doen iedere task maar één task tegelijk. Dus we doen nu task die op alle machines, en dan de volgende task op alle machines, en dan de volgende task op alle machines. Want dat moet af en toe gesynchroniseerd zijn, dat zijn soms taken van elkaar afhankelijk. En dan wil je niet dat een snelle machine 6 taken verder is dan een langzame machine. Betekent wel dat alles op een snelheid van de langzaamste machine gaat. Bij Ansible 2 kan je het execution model aanpassen. Dat is een plugin geworden. En er zijn 2 plugins. De ene is de ouderwetse methode, gewoon zoals het Ansible 1 ging. En de andere module is zo snel als mogelijk. En dat betekent dat machines niet op elkaar gaan wachten, en dat machine 1 misschien al bij task 10 is, terwijl machine 2 bij task 2 is. En dat kun je dus ook mixen en matchen door te zeggen van hier tot hier wil ik execution model serial hebben, en van hier tot hier wil ik execution model zo snel als mogelijk hebben. En op die manier kan je daar, plus je kan je eigen execution model plugin gaan schrijven, behalve dat nog niemand heeft bedacht wat dat dan moet zijn tussen alles gesynchroniseerd of alles zo snel mogelijk. Maar ja, je kan het zelf schrijven als je iets bedacht hebt. Dat is ook een van de verbeteringen van Ansible 2. Er zijn nog een paar dingetjes, maar ja, ik weet ze ook niet allemaal. Ik heb ze nog niet allemaal gebruikt. Nou ja, een role heeft eigenlijk altijd een standaard layout. Algemeen worden ze in de directory roles gezet. En vervolgens heb je in een role, ik zal even gewoon een nieuwe aanmaken zelfs. De min. Met de Ansible Galaxy commando kan ik rollen uit Ansible Galaxy downloaden. Maar het enige waar ik ze eigenlijk voor gebruik is gewoon een standaard template maken voor een role directory. Want bij elkaar zijn dat best wat faaltjes en directories. Ze zijn allemaal optioneel op tasks main na, want dat is uiteindelijk wat er uitgevoerd wordt. Maar ja, als je al die filetjes met de hand moet gaan maken, nou ja, of in ieder geval de directories, dan is dat meer werk dan zeggen Vault of Galaxy init, een naam van een rol. Nou, hoe ziet zo'n rol er nou uit? Ja, zoals ik zei, tasks en main eronder is de taken die uitgevoerd gaan worden. En zo werkt eigenlijk altijd file main.yaml. Je mag ook andere filenamen gebruiken, maar het probleem is dat hij op zoek is naar de file main.yaml. Dus wat je dan moet doen, is in main.yaml jouw file weer includen. En soms loont dat de moeite als je dingen echt heel erg uitgesplitst wil hebben. Bijvoorbeeld een van mijn klanten hebben ze juist in main.yaml inderdaad alleen maar staan include en dan vervolgens 20 andere filetjes. Hun common role bevat bijvoorbeeld een yum.yaml en een repo.yaml en een, nou ja, allerlei andere dingen. En dat is heel erg uitgesplitst. Zelf gooi ik meestal eigenlijk gewoon alles in main.yaml, tenzij het heel erg gescheiden functionaliteiten zijn. Maar meestal is het dan zo gescheiden dat je er een hele eigen rol van kan maken. En dan kan je het gewoon in main.yaml zetten. Onder templates kun je je templates neerzetten. Onder files je files, of die je voor copy gebruikt, of dat soort dingen. In principe mogen die ook door elkaar heen lopen. Je mag je files in templates zetten en omgekeerd. Allebei de modules kijken gewoon in allebei de directories. En je hoeft dan het stukje files dan wel templates niet op te geven. Je mag als onder templates een file staat mark.j2, kan ik gewoon zeggen template source is mark.j2. En dan heeft hij zelf bedacht van we zitten in een role, en in een role is een template subdirectory of een file subdirectory, en daar ga ik in ieder geval zoeken naar die file mark.j2. Je mag ook expliciet opgeven van, hey, je staat in home, mark, Ansible, projects, mark.j2. Als die niet in de huidige directory is. Maar ja, over het algemeen zet je hem gewoon relatief. En ook dan hoef je niet eens te zeggen van huidige directory of subdirectory. Hij zoekt dat zelf uit.
op een paar standaard plaatsen. En de templates en de files directories zijn daar één van. Daar mag je ook weer subdirectories in maken. Dan moet je echter wel zeggen van, als je bijvoorbeeld zegt files slash snmp slash snmp.conf. Nou ja, dan moet je wel zeggen snmp slash snmp.conf. Dat files deel mag je dan weglaten. Handlers kan je je taken aanzetten die als handler worden uitgevoerd. Of als via Notify. In vars kan je extra variabelen die alleen voor deze rol van toepassing zijn zetten. In defaults kan je ook variabelen neerzetten. Alleen die in vars die overrollen die in defaults. Waarom daar per se twee directories voor moeten zijn. Joost mag het weten. Zelf gebruik ik eigenlijk alleen maar de vars. De defaults niet zo heel vaak. Meta is vervolgens meta-informatie. Metadata wordt vooral gebruikt voor Galaxy zelf. Om informatie te krijgen over wat is dit voor rol. Wie heeft hem gebouwd. Waar is die voor geschikt. En als je ook de file bekijkt die daarin staat. Default. Staan een hele hoop commentaar in. En een blokje Galaxy info. Waar je dan je naam en je bedrijfsnaam in kan zetten. Als je namelijk deze Ansible rol uploadt naar Galaxy. Dan wordt jouw naampje er in ieder geval bijgezet. En dan kunnen mensen je bereiken. En dan wordt er ook vaak gevraagd of je een bepaalde license en minimal Ansible version en de hele rattenplan. En welke distributies gesupport worden. Nou ja, bijna niemand vult dat helaas in. En waar dat ding gecategoriseerd moet worden in de Vault directory van, of de Galaxy directory van allerlei modules. En eventueel dependencies, en dat is uiteindelijk het enige deel wat lokaal gebruikt wordt uit die metadata. Als jij een task hebt en je zegt ik wil rol webserver, maar die webserver is afhankelijk van iets anders, kan je in de meta dependencies zetten van hey, deze rol is afhankelijk van die andere rol en dan wordt die rol ook uitgevoerd. En ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Oké. Dat heb je ook roles en je kan ook op profiles maken en vervolgens ook een profile toevoegen aan die roles. Ja, de profiles zoals in Puppet. Ja, ik weet niet precies hoe die werken, maar ik denk niet dat er echt iets vergelijkbaars is in Ansible. Maar je kan in ieder geval wel je roles dus dependent laten zijn op andere roles. En op die manier door alleen maar te zeggen, uiteindelijk wordt als ik bij een van de klanten heb ik een rol frontend. En de rol frontend is afhankelijk van webserver en common en backup bijvoorbeeld. En dan worden die er ook in geïncluded. Maar echt iets van profiles is er niet echt volgens mij. Je kan een rol maken die iets emuleert waarschijnlijk in die regio wel. Maar ja, het is lastig te zeggen omdat ik niet genoeg van Puppet profiles weet. Als je een rol bijvoorbeeld van een webserver hebt. Hoe definieer je nu de task die je gaat toevoegen aan het bureau? Zullen we laten zien. Ja. Als ik hier iets in heb staan, want dit is een heel lege demo. Nee? Oké, dan doe even een echte data. Heb ik bijvoorbeeld een daadwerkelijk echte config. Dit zijn de tasks in mijn common role. Ik include hier nog wat losse taskfiletjes, maar dat daar gelaten. Maar uiteindelijk zijn het gewoon, ja, is het gewoon een playbook? Is een verzameling taken die uitgevoerd worden? En ja, je kan ze gek maken als je wil. Hier zie je bijvoorbeeld het gebruik van defaults. Maak een paar directories aan. Nou ja, welke dan? Nou ja, deze allemaal met bepaalde modes. En als er geen mode wordt opgegeven, zal de defaultwaarde gebruikt worden. En dat heb ik hier wordt staan. Item owner. Nou ja, als ik hier een owner veldje heb, zoals hier bij de Tomcat user, dan zal die pakken. En anders is de default owner root. Nou ja, hier ook group met default owner root. En mode met default 755. Maar hier wil ik dat overroelen met 750 bijvoorbeeld. En zo kan je ja, het zo complex maken als je wil. ander ding wat ik nog niet eerder heb laten zien. Tags. Aan iedere task kan je tags toevoegen.
En vervolgens kan je bijvoorbeeld ook op de Ansible command line zeggen van, of op playbook run, kan je zeggen van, run alleen de tag deze. Of run alle tags behalve deze. Of run deze en deze, deze tag en niet de die en die en die tag. Ik heb bijvoorbeeld... een task die mijn load balancer config helemaal bouwt en deployt. Maar als ik word alleen maar mijn HAProxy config wil bijwerken, dan zit ik niet te wachten op een restart van mijn HAProxy en yum alle updates installeren en weet ik hoeveel andere dingen. Ik wil alleen maar mijn config uploaden. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een task waarbij staat, nou ja, in dit geval staat die hier niet in, want die zit niet in de playbook, die zit in de rol. Roles load balancer. En dan heb ik hier een task haproxy.cfg. Template met haproxy.cfg. In dat geval maak ik ook een backupje van. Dan krijg ik dus een haproxy.cfg.timestamp. En als dat gedaan is, restart haproxy en ik een tag haproxy.cfg. En ik kan dus zeggen van, hey, ik wil nu mijn load balancer playbook runnen met alleen de tag haproxy.cfg. Op dat moment wordt alleen maar deze ene task uitgevoerd. En niet alle andere dingen die op dat moment niet relevant zijn. Wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld zeggen, run dit playbook, maar start op deze specifieke task. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, van, nou, sla de eerste 200 dingen over. Want dat zijn dingen die ik maar eenmalig run, alleen bij het installeren. En ik hoef alleen maar eigenlijk een paar config-files op het end aan te passen. Dan zeg ik, start bij deze task, en dan start de task, en dan naampje van de task. Dan begint hij daar. Ik kan ook zeggen, voordat je een task uitvoert, geef een confirmation prompt. Zo, dit is de task die ik nu wil uitvoeren. Wil je die doen? Ja, nee. Of continue. En continue betekent run vanaf nu alle andere tasks, zonder me dat te vragen. Maar dan kan je dus zeggen van, ik wil die wel, die wel, die wel, die even niet, die weer wel, die niet. En dan vervolgens, nou, run nu de rest maar. Terug naar mijn demo. Als je dus zo'n demo rol gemaakt hebt, dan krijg je allerlei faaltjes al voor je gemaakt, ook door het toeltje. Die zegt een beetje van, nou ja, pas dat aan, hoe werkt het, wat moet je waar neerzetten. Er zit wat documentatie bij die je moet aanpassen natuurlijk. En alle files worden in ieder geval geïnit met de drie liggende streepjes. En dan weet je waar je moet beginnen. Voor de rest moet je het toch allemaal zelf maken, uiteraard. Ja, volgens mij was dat het wel zo. Zijn mensen nog vragen, dingen niet duidelijk? Ook nog wel een dingetje wat ik nog wil laten zien, inderdaad. Ansible heeft... Omdat je natuurlijk in je configuratie ook wel eens dingen als wachtwoorden hebt. Ik had net laten zien, er stonden mijn rootwachtwoorden in, maar dan encrypted. Nou ja, was dat niet zo heel boeiend, want in dit geval was het gewoon een demo-accountje. Maar ja, je wil misschien... Ik hou ervan om al mijn configuratie in Git te hebben. Al dit zit ook allemaal in Git. En ja, daar kan ik dan wel een wachtwoord in zetten, maar dat is niet zo prettig om dat in Git te hebben. Nou, mag ik het wel zien en mogen de andere mensen die er bij de Git mogen het ook wel zien, maar... Het is niet handig om dat allemaal op disk te hebben overal en dat iedereen daar misschien bij kan. Dus wat je kan doen, Ansible heeft een add-on of een optie dat heet Vault. Met Vault kan je je YAML files encrypten. En dan kan je dus je variabele file bijvoorbeeld of je file of je playbook waar een wachtwoord in staat of een API key of andere dingen die als geheim kunnen worden gezien, kan je dan encrypten. En op het moment dat je dan een playbook uitvoert, dan zou je ook het Vault wachtwoord moeten invullen. En op dat moment gaat hij dan die file decrypten en opnieuw parsen. Nee, ik ben er ook absoluut geen fan van, want het resulteert in geëncrypte files. Die vervolgens, ja, die kan je dan wel in je Git gaan stoppen, maar dat schiet ook niet op. Ik heb zelf een beter alternatief, eigenlijk. En dat zal ik even... De hele YAML-file wordt op dat moment gewoon geëncrypt. Ja,
dan heb je gewoon geen fatsoenlijk versie meer. Dan kan je geen diffjes meer op doen. Je hebt er helemaal niks meer aan. En als het nou een file is met alleen maar die ene variabele erin, moi. Maar het kan beter. Wat ik zelf gedaan heb, ik ben nogal fan van het tooltje Pass. Dat is een passwordapplicatie. En ik kan dus doen, doen we even een extra. Pass, edit, demo, slash testje. Kan ik hier een wachtwoord zetten. Heb ik hier een wachtwoord gemaakt. Dat wordt ook in dev.sam opgeslagen, dus komt nooit op disk terecht. En dan kan ik zeggen pass, demo, testje. Het PGP geencrypt. Krijg ik mijn wachtwoord weer terug. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dat kan ik gebruiken voor mijn mail en mijn SSH-sessie en weet ik wat allemaal andere dingen. Maar ik kan het ook gebruiken voor het Ansible. En dat doe ik op deze manier. Ik kan namelijk met een Jinja template kan ik een variabele of een commando uitvoeren. In dit geval zeg ik, run voor mij een commando met de pipe lookup module. En wat nou? Ja, pass en dan dat wachtwoord wat ik nodig had. Dus hier kan ik zeggen pass demo testje. En dan krijg ik dus uit die lookup plugin deze waarde terug. Die kan ik in een variabele stoppen in Ansible en vervolgens die variabele gebruiken in een template of in een API call of dat soort dingen. En op die manier krijg ik dat ja, in mijn playbook staat alleen maar dat ik een bepaald wachtwoord wil opzoeken. En ja, dat verandert niet. Dat wachtwoord mag ondertussen veranderen, maar dat is geen wijziging in mijn configuratie, geen wijziging in mijn template. Dit kan ik gewoon vrijdag opslaan in mijn Git. Systeem. En ook als bijvoorbeeld iemand niet bij dat wachtwoord zou mogen kunnen, omdat hij wordt niet in de operatiesafdeling valt, maar op een andere afdeling, dan kan hij nog steeds het playbook uitvoeren. Zal hij alleen op het punt dat hij een keer dat wachtwoord nodig heeft, zal hij tegen een probleem aanlopen dat hij het wachtwoord niet krijgt. Maar alle andere taken waarbij hij dat wachtwoord niet nodig heeft, maar wel de rechter voor heeft, kan hij nog steeds uitvoeren. Ja, ik vind het een wat schonere oplossing dan, dan die van Volt. Als je het helemaal geavanceerd wil, is er een geavanceerdere Volt. Niet gerelateerd aan die van Ansible, maar heet helaas ook Volt. Dat is ook een secret storage systeem. Maar ook die kan je vanaf de command line gewoon queryen. Dus daar kan je ook gewoon vanuit Ansible zeggen van query deze Volt voor een bepaald wachtwoord. En deze Volt die heeft wat leuke features dat hij single-use wachtwoorden kan maken. Dat hij on-demand desnoods een MySQL-user kan aanmaken die eenmalig bruikbaar is. Maar ook bijhoudt wie heeft wanneer voor welk doel welk wachtwoord opgevraagd. Iets wat pas dan niet doet. Bij jouw eerste oplossing is dit ook toepasbaar bij sudo. Als je sudo in de playbook moet gebruiken, dan zonder wachtwoord. Zonder? Als je sudo in je playbook moet gebruiken, met een, ja, zonder de wachtwoorden op commandlijn. Op de commandlijn zou je altijd het wachtwoord moeten opgeven. Tenminste, je zal altijd geprompt worden voor een wachtwoord. Als ik zeg bijvoorbeeld Ansible, min i, hosts, min m, ping, min u, root, min u, mark, min k. K is voor prompt voor mijn pseudo-password. Nee, maar met playbook, hè? Mijn playbook ook. Als ik in mijn playbook heb staan, als ik hier heb wordt staan, become user root. En become method sudo. En ik ga dit ding uitvoeren, dan gaat hij me om sudo wachtwoord vragen. Ik heb geen modules geladen die er niet zijn. Zo.
Ik heb wel een foutje van command rol zullen zien. Maar in ieder geval, normaal gesproken als je dit zou runnen, dan gaat hij zeggen van, hey, je wil ergens sudo gaan gebruiken. Dan komt hij met een sudo prompt. En playbook. Je hebt hier opties ook op de command line, eventueel om de user op te geven. Maar ook om te zeggen van min k, ik zat als het goed is. Kijk hier, ask supass of ask sudopass. Dan krijg je gewoon een prompt sudo password. Het staat dus niet in je command line van je Ansible die in history komt. Er komt gewoon een prompt apart voor je sudo wachtwoord. Of je sudo wachtwoord of je become wachtwoord of nou ja, whatever. Er is volgens mij niet echt een manier om die dan weer programmatisch ergens uit te halen. Behalve door hem misschien via standard in of variabelen te doen, maar wordt het niet heel veel beter van. Zijn er nog andere vragen? Ik wil nog een voorbeeld geven van een shell-commando in de playbook. Ja, over het algemeen, mijn aanrading is shell-commando's in playbooks, bijvoorbeeld. Eigenlijk, shell-commando moet je eigenlijk zo min mogelijk gebruiken. Of shell- en command-modules moet je eigenlijk alleen maar gebruiken als er echt geen module is die het beter doet. Ik zie een hele hoop playbooks van mensen die het voor het eerst een playbook schrijven. Waarbij het eigenlijk de ene naar de andere call is een call naar de command of de shell module. Ja, dan had je net zo goed een shell scriptje kunnen schrijven. Je verliest namelijk alle kracht van Ansible. Want ja, tuurlijk, je kan zeggen shell kopieer deze file naar die file. Shell echo dit naar die file. Shell start deze servers. Maar ja, dan heb je geen error handling, dan heb je geen check of het gewijzigd is of niet. Dan heb je geen idempotentie van, was het al goed en is het nu goed of is er iets gebeurd? Dat zijn allemaal dingen die gewoon Ansible modules voor zijn. En als er een module voor is, moet je de module gebruiken. Dus er wordt een service module om een proces te stoppen en starten. Nou, als je die gebruikt, dan kan je zeggen gewoon service, HTTPD, status restarted. Dan weet je dat de webserver herstart is of niet. Als ik dat doe met de command module en zeg etc, ind, httpd, restart. Ja, dan gaat hij hem altijd restarten, terwijl het misschien helemaal niet nodig is. Ja, ik heb een voorbeeld bij dat ik het moet disabelen, omdat ik iets ga doen. En dan wil ik op alle servers een connect disabelen. Dan heb ik een playbook. Dus probeer ik met en dan ga ik niet zeggen voor een etc, ind, en dan het stop. Wat je wat kan doen, eens kijken of ik het voorbeeld kan vinden. Hier wel iets in die regio. Hier bijvoorbeeld. Zeg ik tegen mijn Nagios bijvoorbeeld dat hij een bepaalde machine moet stoppen met monitoren. Omdat ik er daarna acties op ga doen waardoor die down gaat. En dat kan je in principe ja, ook doen met van ik wil Puppet stoppen voordat ik iets anders ga doen. Nou ja, dan zorg je dat er eerst een task is die zorgt dat Puppet gestopt wordt. Dus als er wordt een service, als die in etc in de D staat of als het een system die service is, kan je gewoon zeggen service, puppet, stop. Nou, op het moment dat dat gebeurd is, weet je zeker dat die gestopt is, kun je al je andere dingen doen en aan het eind zeg je weer service, puppet, start. Ja, of service, puppet, start, state is started, laat ik het zo zeggen. Je kan dus zeggen van Ansible, ik zal even gewoon met localhost proberen bijvoorbeeld, wat heb ik hier draaien. Ik kan mijn webserver even stoppen. Ansible service argument name is light per day, state is stopped, min u mark, min k localhost.
Nou, nu zeg ik op localhost wil ik inloggen als user Mark. Schijnbaar wil ik een keer sudo waarschijnlijk. En anders mag ik nou ook niks. En dan zie je ook, hey, localhost changed false. Schijnbaar was die al gestopt. Inderdaad, hij was gestopt. Nou, oké, dan starten we hem. Start het. Nou, in dit geval mag dat niet, want ik ben geen root. Dus ik moet ook nog ergens zetten min k, die even weglaten. Access denied. Mag ik niet eens SSH aan de loco doen? Ja, je kan meer veetjes toevoegen voor meer errormeldingen. Het wordt al gauw heel exotisch, maar hier zie je uiteindelijk het commando wat uiteindelijk echt uitgevoerd wordt. Nee, in ieder geval SSH met een hele hoop opties. En uiteindelijk wat Ansible eigenlijk doet altijd is, kopieer er een berg Python-code heen naar temp, run die Python-code en delete die Python-code weer. Maar waarom mag je die service niet starten? Ja, Python of Ansible heeft als requirements op je management machine, je laptop, Python 2.6 en SSH. En Jinja 2 als je iets met templates wil doen en JSON om te communiceren met alle modules. Op de machines die je managed heeft Ansible de requirements Python 2.4, dat is al een stuk lager. Dat betekent, en voor de rest weer Jinja en JSON. En dat betekent dat RHEL 5 prima te managen is, want daar zit toch gewoon Python 2.4 in. Debian 6 ook nog, daarvoor wordt het dan een uitdaging. Maar, zoals jij zelf ook al concludeerde, de command module en de shell module, die hebben dat niet nodig, want die runnen uiteindelijk gewoon, er is ook nog een role module, en die is nog een laagje dieper, die runt gewoon iets over SSH. En ik heb dus ook een playbook. Niet deze. Die uiteindelijk zo low level Ansible functies gebruikt. dat die eerst de betreffende Python modules installeert op een Linux systeem. Voordat hij probeert die daadwerkelijk te gaan gebruiken. En dan kan ik dus op een... Ja, tegenwoordig zit ik gewoon in mijn kickstart van... Ja, ik wil ook Python hebben en ik wil ook Simple JSON hebben. Maar ik had allerlei systemen die al ingericht waren... die geen Simple JSON hadden. En dan was het... Ja, je runt Ansible er tegenaan en die zegt... ik mis wat modules en barf. Maar dan kan je dus zeggen van... Oké, doe eerst... apt-get install Python Simple JSON. En als het error wordt, geen probleem... Doe yum install Python Simple JSON. Als het error wordt, geen probleem. En daarna gaan we er maar vanuit dat het erop staat. En dan zeg ik, run nu de setup module. Want ja, die runt u normaal aan het begin. Maar dan heb ik eerst gezegd, doe dat niet, want dat werkt niet. Run nu de setup module. Of nog beter, run eerst ook nog yum install factor en ohi. Om extra data uit de setup module te halen. Want die kan die ook gebruiken om extra data op te vissen. Run dan de setup module en run dan mijn common role. En nou, ervan uitgaande dat er alleen maar Python op het systeem stond. Wat gelukkig bij CentOS heel erg standaard is. En bij Ubuntu. Kon je dan toch vanuit Ansible deployen. Terug naar jouw vraag. Dat was... Ja. Kijk hoor. Nou, ik doe het dan even als root. Dat weet ik zeker dat het werkt namelijk. Ja, nu heb ik dus gezegd, oké, Ansible met inventory host.
Ik wil de service module roepen met Lighty status started. En je ziet nu, hij is changed, dus er is daadwerkelijk wat gebeurd. Name Lighty, dat is wat ik gevraagd heb. State started, wat ik gevraagd heb. Je ziet hier succes, dus ook daadwerkelijk gebeurd. En ik heb nu Lighty niet draaien. Dat is knap. Kijk, omdat ik gewoon geen config voor dat ding heb, dit systeem. Pak wel even iets anders wat wel draait. SSH dan. Ik zeg of het werkt. Nou ja, nu is mijn SSHD weg als het goed is. Dit is alleen die van mijn huidige sessie. Als het goed is kan ik hem nu niet meer starten, want ja, SSH is down. Apparently not. Ik heb nog een sessie, die wordt gemultiplexed. Godzijdank, sessie multiplexing. Maar ik heb nu in ieder geval weer een SSHD draaien. Maar ja, je kan in principe iedere module dus ook gewoon op de command line runnen. Met de juiste argumenten. En ja, wordt wat ik recentelijk dus de laatste paar keer voorgekomen. Dat we het libssl moesten updaten op een hoop systemen. Nou ja, dan krijg je dus dat je al vrij snel een playbook maakt als dit. Update OpenSSL. Nou ja, alle hosts, gather facts, ja, run of sudo, ja. Check of modSSL geïnstalleerd is, want ja, ik heb een hoop webservers die hebben modSSL en die moet ook geüpdate worden. Maar ik heb ook machines waar geen modSSL op staat, want dat zijn geen webservers. Dus ja, en dan vervolgens kijk ik dus RPM, ik heb alleen maar Red Hat systemen bij deze klant staan, dus ik gebruik alleen RPM in dit geval. Check of modSSL geïnstalleerd is. Gooi dat in een variabele. Met register kan je iets in een variabele opslaan. Kan je daarna opvragen. En nou ja, install latest versie OpenSSL. En install latest versie modSSL. Maar alleen when modSSL in die variabele die ik opgeslagen. ModSSL.standardout. Ja, op die manier, als ik dit één keer run, dan worden al mijn machines meteen alleen mijn SSL geüpdate. Nou ja, de afgelopen maand, of afgelopen zes maanden heb ik dat al een keer of 5, 6 moeten doen. Vorige week weer. Ja, dan weet je zeker dat alles up-to-date is. Je krijgt een mooi overzichtje van al je machines, of het gelukt is of niet. En het is een stuk sneller dan op alle machines inloggen en dan een keer je upgrade gaan typen. Maar ook gewoon als je wat informatie wil achterhalen van al je systemen, is het ook wel vrij handig als je gewoon kan zeggen. Bijvoorbeeld, welke kernel draai ik? Ja, de rest is momenteel down, maar in ieder geval, je kan gewoon een commando uitvoeren en je krijgt netjes achter elkaar die output. Er zijn nog ook plugins voor die dat allemaal wat visueler, leesbaarder maken en zo. Er is ook nog een commerciële add-on voor Ansible, die heet Tower. Dan heb je een web GUI waarmee je alles kan regelen en daar kan je ook zeggen van bepaalde tijden, schedule, dat deze playbook gerund wordt. Kan je ook zeggen van deze users die normaal eigenlijk dit helemaal niet mogen runnen, mogen deze playbook runnen met die en die opties. En eventueel met die en die credentials die dan in Tower worden opgeslagen.
Tower is leuk, tot 10 hosts kan je het gratis gebruiken. Daarna moet je er dik voor betalen. Maar gezien Ansible eind vorig jaar is overgenomen door Red Hat, betekent het ook dat Tower op termijn ook open source wordt, want Red Hat open source alles. Dus ik zit nog met in mijn handjes te wrijven totdat dat gebeurt. En dan ga ik er ook eens meer mee spelen. Maar ja, voorlopig is het gewoon nog closed source. Oké. Okay. Nog andere vragen? Online nog vragen? Jee, Drost effect. Beneden, de kickstart nou. De kickstart van. Ja, dat is duidelijk. Ik zie hem ook niet hier trouwens, moet ik zeggen, maar... Ik heb teruggetikt, what about it? Op scherm te over de kickstart verhaal. Maar er staat niet zo heel veel boeiend in. Kickstart verhaal. Iedereen maar wachtwoord wil hebben, daar staat hij. Succes met het, reverse hashje van SHA-256 trouwens. Of nog erger, SHA-512. Zo te zien. Ik krijg niet meer... Dan laten we het daarbij, denk ik. Alles duidelijk? Nou ja, zo niet. Er liggen daar nog wat stickers voor de mensen die willen. Mochten jullie nog vragen hebben, mail ze gerust een keer. De meeste mensen zijn niet te slaap gevallen, dus ik heb het niet tegen. De stem is ook nog bijna... Ja, viel niet tegen, ik had je nog wel water in je rund. Dus, dankzij Luc hebben we nog wat te knabbelen en te doen en nog wat drinken. Zo, 24 gig. Dat is lang wat nee, dat was boeiend. Wat leuk. Ja, we hadden wat sturing komen, maar ja, dat krijgen we niet af. De kofferbakker stopt. Ja, maar eigenlijk heb je het handspringen een beetje laten zien. Ik heb ook laten zien hoe je het handbol eigenlijk compleet zit. Ja, ik zat al zo van, wauw! Ja, en ik had het dus zonder de boel. Ja, nee, want dan ben je de eerste keer weer. Ja, nee, dat is de gasten die die liedjes geschreven hebben. Die hebben dat gedaan om bij de Belgenkomp, geloof ik, hebben ze dat gedaan, maar dan de firma moet dan weg. En daar heb dan die firma moet dus ook die ze opgebouwd hebben. Maar ze hebben het Ansible Provisioning project gebouwd voor VMware en hun hele VMware cloud gebouwd. En ik heb dan een beetje opgebouwd naar met per april. Ja. En met Tempels en Leven. Ja, ik zit alleen op de Ansible ook steeds, maar ik zit het al in op Vision. Nee. Ja, dat is het. 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 Ja, dat is het.
Ja, ja, dat weet je waar je nu staat. Oké. Over een jaartje dan weet je het al. We zijn met elkaar bezig. Nee, het was heel bezig. Elkaar, hè? En nog leuker samenstellen. Je wordt slimmer als je leert. Dan word je sneller van het leven. Daarmee. Ja, schoen elkaar ja. Ja, dat is een beetje de achterliggende doelstelling. Oké, dan moet je nog een keer Mark, je hebt de opname uitgezet? Daar heb ik hem niet eens uitgezet, volgens mij. Ja, ergens hebben we hem gestart, weet je nog? Andere browser, denk ik. Die ene rechts moet hebben. Die ene rechts. Lekker. Die. Stoppen. Maar dat is het stoppen, kijk hier, uitzendingen stoppen, zie je dat? We zijn nog steeds aan het...